Opleidingsprogramma's zijn vandaag de dag niet meer weg te denken in de Formule 1. In de vorm van financiële steun, training en bijvoorbeeld tijd in de simulator... worden jonge coureurs door de teams klaargestoomd om in een koningsklasse bolide te stappen. Maar hoe gaat dit proces er nou precies van begin tot eind aan toe? Nou, dat leggen wij uit in deze gloednieuwe Van Special. Het opzetten van een opleidingsprogramma voor juniorencoureurs... beter bekend als Driver Academies, is ongeveer 20 jaar geleden ontstaan. Rebel Racing en Alpine waren hierin de pioniers, maar vandaag de dag hebben bijna alle Formule 1 teams wel een eigen opleidingsprogramma voor jong talent. Dat is logisch, want in de jacht op succes zijn coureurs de belangrijkste puzzelstukken. Max Verstappen en Lewis Hamilton die zouden natuurlijk niet de ene na de andere Formule 1 records verbreken als zij niet in één van de beste auto's zaten. Maar zij zitten in die auto om één reden: ze weten namelijk het maximale eruit te halen. En in een sport waar het om honderdste van een seconde gaat, dan kan dat nou het ene verschil maken tussen geschiedenis schrijven of stelletjes weer van de grid verdwijnen. Formule 1 teams investeren daarom miljoenen euro's of dollars om het volgende supertalent op jonge leeftijd te ontdekken. In de vorm van financiële steun, soms worden de kosten deels gedekt en soms volledig, professionele training en tijd in de simulator worden deze coureurs bij de hand genomen ja, terwijl ze zich een weg door de verschillende raceklassen onder de Formule 1 proberen te vechten. Ja, dat klinkt allemaal heel gemoedelijk, maar het is eigenlijk een kaarde wereld. Coureurs worden regelmatig zonder pardon naar het programma geknikken, als de prestaties tegenvallen. Maar ook ook ja, voor de teams pakt het wel eens verkeerd uit. Zo investeerde Alpine recent onwijs veel geld in Oscar Piastri. Toch wel een van de grootste talenten van het moment. In de hoop dat hij op een gegeven moment het stoeltje van Alonso over zou nemen. Toen een puntje bij Paaltje kwam, in zijn verdediging, het was ook wel een beetje een warg verhaal. Besloot Piastri echt een contract bij McLaren te tekenen voor 2023. En Alpine overweegt hierdoor zelfs het juniorenprogramma op te doeken. Maar hoe komen ze nou aan dit jonge talent? Hoe worden deze nou precies gerecruiteerd? Nou, dat begint doorgaans allemaal in de hogere regionen van de Europese kartklasse. Daar worden ze goed in de gaten gehouden door de zogeheten scouts. En de meest veelbelovende coureurs die worden dan geoormerkt, bij wijze van spreken dan, en in de gaten gehouden worden terwijl ze de stap maken richting de single-seaters. Meestal, maar niet altijd, worden ze op zo'n vroegst op dit punt vastgelegd. Echter, er is altijd nog wel een soort van uitzondering. Zo werd Lundgaard direct vanuit het karten op 15-jarige leeftijd door Alpine opgenomen in het opleidingsprogramma. De Deen reed in 2020 en 2021 in de Formule 2, maar heeft inmiddels de overstap gemaakt naar de IndyCar-series. Ja, als een junior-coureur een contract krijgt aangeboden, dan wordt hij vaak uitgenodigd op de fabriek van het Formule 1-team om zijn handtekening te zetten. Ja, je kunt wel voorstellen dat dit voor veel jonge coureurs natuurlijk al een droom is die uitkomt. Het wow effect is vaak groot en zo wordt er direct een sentimentele waarde opgebouwd. Daarnaast zijn er vaak grote namen aan de opleidingsprogramma's verbonden. Zoals Helmoet Marko, opleidingshoofd bij Rebel Racing, wat toch maar eens laat zien hoe serieus de Formule 1-teams het nemen. Maar goed, met het tekenen van een juniorencontract, dan is een coureur er nog lang niet. Want sterker nog, op dat moment begint het werken eigenlijk pas. De volgende belangrijke stap is dan ook om het juiste kampioenschap uit te kiezen. Op een te jonge leeftijd om bij een topteam te rijden, in een topcompetitie te stappen. Ja, dat kan zorgen voor grote druk op de schouders. Maar ja, andersom, als je een wat makkelijker klasse deelneemt, dan kan het ook nergens naar leiden. De coureur en management hebben altijd nog wel een zegje in de keuze, maar uiteindelijk hebben de teams het laatste woord. Dit legt de Lundgaard begin dit jaar uit tegenover Formula 1. Van de coureurs wordt verwacht dat zij namelijk vertrouwen hebben in het besluit van hun academie. In het kort worden coureurs in een opleidingsprogramma als het ware begeleid terwijl ze zich een weg naar de Formule 1 proberen te banen. De kosten van het deelnemen aan kampioenschap wordt soms deels of soms volledig door de teams gedekt. Experts op dit gebied stippelen de juiste route uit en de coureurs worden vaak getraind in de fabriek. Daarnaast kiezen sommige teams, waaronder Alpine, er bijvoorbeeld voor om jonge coureurs mee te nemen na een raceweekend om eens te kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Ja, zo kunnen ze bijvoorbeeld van dichtbij meemaken hoe bijvoorbeeld het contact tussen een Formule 1 coureur en zijn engineer gaat tijdens een race. En dit alles maakt dat de druk enorm is om te presteren. Ieder jaar verdwijnen er dan ook een aantal veelbelovende namen uit beeld, omdat zij ten onder gaan aan de verwachtingen. Opgenomen worden in een juniorenprogramma biedt dus verschillende grote voordelen. Toen Joe bijvoorbeeld in 2021 zijn debuut mocht maken tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk... ...werd hij bij de hand genomen door niemand minder dan Fernando Alonso. Maar veel belangrijker, de kosten worden nou in ieder geval deels gedekt en er mag tijd doorgebracht worden op de fabriek... ...en er wordt een route uitgestippeld door mensen met de juiste kennis. Daarnaast kunnen academie-coureurs op deze manier kennis maken met de media en het hele circus rondom de Formule 1. En ook is er een kans aanwezig dat ze worden ingezet tijdens een testdag of een vrije training... ...om ervaring op te doen met Formule 1 materiaal. Dat levert niet alleen ervaring op die belangstellingen van Formule 1 teams ten koste komt, maar ook punten op de superlicentie. Het heeft dus op allerlei vlakken veel voordelen om onderdeel uit te maken van een opleidingsprogramma. Ja, zoals al kort genoemd hebben vandaag de dag vrijwel alle teams van een opleidingsprogramma. Behalve het Team van Haas, die is de enige op dit moment die niet een juniorenprogramma heeft. Rebel Racing en Alpine hebben de langste historie, met als resultaat dat deze teams een aantal grote namen hebben voortgebracht. Denk bijvoorbeeld aan Max Verstappen, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo. Het team van Mercedes heeft ook wel een paar namen grootgebracht, denk aan Russell en Ocon. Leclerc, Perez en Stroll die hebben veel te danken aan het opleidingsprogramma van Ferrari. Terwijl Williams namen als Coulthard, Button, Rosberg en Bottas heeft voortgebracht. McLaren nam ene en Lewis Hamilton al vroeg bij de hand, maar heeft ook namen als Nick de Vries en Blomqvist in de academie gehad. Zo nou, dus zijn er natuurlijk nog veel meer coureurs grootgebracht, maar de conclusie is dat het wel aardig werkt. Was hem dan de Vent Special van de zaterdag? Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Tot morgen. Hoi.